de Nijmeegse Goffert ging een vlaggend parade vooraf aan de ouverture tot de 43e Vierdaagse, die gespeeld werd door parmantige Schotse hooglanders. Het internationale leger van majoor Bruinesse applaudisseerde als één man toen de vlaggen van de 13 vertegenwoordigende landen in top gingen. Tot de 13.000 militairen en burgers die vol goede moed de eerste dag van dit wandelsportevenement binnenstapten, behoorden 19 pittige Israëlische soldaatjes. Of ze nu 50, 40 of 30 kilometer dienden af te leggen, alle deelnemers moesten die eerste dag door het Chemdorp Elst, dat verbaasd was over het grote Britse contingent. Dat telde maar even 2000 merendeels bewapende mannen die geen vlieg kwaad deden. Met handen en voeten baanden zich ook de Israëlische mannen de weg terug naar Nijmegen. Tijdens dit handgemeen veroverden de vieren zonen van het 11-jarige Israël menig Nederlands hart. Onder de burgers die we op de voet volgden waren er natuurlijk ook weer van die stoere mannen die het wel eventjes op hun klompen zouden doen. Boven de 50 kwam ook tijdens deze vierdaagse nog niet één wandelaar, maar toch ging het vaak fantastisch hard. Een lieftallige fee toverde in de Twentse Schouwburg in Enschede de juiste sfeer voor het driedaagse congres Goochelkunst 1959, waaraan door 500 magiërs werd deelgenomen. Haar toverstok bleek onder meer de twee woorden te bevatten die, hoewel eeuwen oud, hun magische kracht nog steeds niet verloren hebben. Onze landgenoot Eddy Schuijer was een der beste in de afdeling algemeen goochelen. Met deze kiosk- en striptease-show veroverde de heer Schuijer de derde prijs. Nummer 1 in deze klasse werd een vrouw, Evelyn Rose, een Nederlandse balletdanseres die pas verleden jaar overging naar de wereld van de magische kunst. Twaalf minuten lang boeide de platinablonde Evelyn haar collega's met spectaculaire trucs, waarvan de metamorfose van een parasol wel de sterkste was. Misschien nog onder invloed van zijn bezoek aan het dollarland Amerika goochelde wereldkampioen Fred Kaps voornamelijk met geld. Bioscoop-exploitant en een goochelende notariszitting hadden, kende aan Evelyn Rose de eerste prijs toe in de afdeling algemeen goochelen. En de kampioenstitel ging, zoals verwacht werd, naar de onovertrefbare Fred Kaps. Rond het rotsgebergte van de Rotterdamse diergeide Blijdorp kijken de vakantiegangers met respect neer op een edel manenschaap dat vele tedere gevoelens opwekt wanneer het onlangs ter wereld gekomen manenlammetje voedt. Moederlijke zorg spreekt ook uit de voorzichtige houding van de zeeboe, de heilige koe van voor Indië die haar dochter geen ogenblik uit het oog verliest. En dat is te begrijpen, want het zeeboetje is pas 2 weken oud en kan dus nog geen boe zeggen. Net zo min als de jonge bison, die maar het liefst bij ma blijft. Als vervaarlijke cactussen omringen de heer en mevrouw Stekelvarken hun schichtige kind, dat de priemende blikken van die grote tweebenige wezens niet kan verdragen en steeds maar weer wegkruipt.
De familie Vos heeft ook al niet te klagen over gebrek aan bezoek. En het is frappant dat zelfs de kinderen van de sluwe Reinaert even argeloos en onschuldig de wereld inkijken als alle andere kleuters. De heer Vos getuigde op zijn beurt ook van belangstelling voor het jonge leven in Blijdorp. Als er één kind in deze voor de mens zo interessante dierenwereld de aandacht trekt, dan is het wel het jonge zeeleeuwtje, dat al heel aardig kan lopen. Velen staan ervan te kijken hoe snel hij is als anderen in zijn vaarwater komen. Het was die dag de enige ongewenste bezoeker van Blijdorp. Diep onder de indruk komt de mens van de hoogstaande cultuur der vroeg-Mexicaanse volkeren zoals de Zapoteken, Maya's en Azteken. Wat overbleef van hun architectuur oefent een fascinerende invloed uit op de moderne mens die zich met verbazing afvraagt hoe dergelijke bouwwerken met primitieve werktuigen opgericht konden worden. Die oude Mexicaanse kunst stond echter ook in dienst van huiveringwekkende rieten. Deze jaguar, gehouwen uit basalt, diende bijvoorbeeld als offersteen. In de uitholling op de rug werden de harten geofferd van de krijgsgevangenen. Geboeid kwamen ze voor de priesters die hun met een scherp voorwerp de borst openreten. Afschrikwekkend is deze vergoddelijkte jaguar, het symbool van de kracht en de aarde, maar ook van de dood. Alleen door te doden, door het brengen van mensenoffers, meende de oude Mexicanen het leven in stand te kunnen houden. Die lugubere levensbeschouwing vinden we ook bij de hoogontwikkelde Maya's. Aan hun dodencultus herinneren nog een paar realistisch beschilderde graven. Aan hun afgodendienst een uit kalksteen gehouwen beeld van Jacques Mol, de regengod, aan wie mensenharten geofferd werden, die dienden om de zon te voeden, om de nieuwe dag te brengen. De zon werd vergoddelijkt in de latere cultuur der Azteken, die voor deze eredienst enorme tempels bouwden, zoals uit een model van de tempel van Tenochtitlan blijkt. De grote kunstzinnigheid van de Azteken werd na de komst van de Spaanse veroveraar Cortés in dienst gesteld van de Rooms-Katholieke religie. Hiervan getuigt nog het barokaltaar van een 17e eeuws Mexicaans klooster. Hoewel alle bewoners van dit land tenslotte christen werden, kon het nieuwe geloof tot in deze tijd nog niet de sporen uitwissen van de levensopvattingen van hun heidense voorouders. Nog steeds levert de volkskunst er de musicerende geraamten die bij feesten worden gebruikt. De zwaarmoedige kijk op de problemen van leven en dood leeft ook nog voort in hedendaagse Mexicaanse kunst die de afsluiting vormt van deze unieke collectie die in het Haagse Gemeentemuseum wordt tentoongesteld.